Kaasland, een winkel die er al sinds de jaren 80 zit, hier in Amsterdam. Vandaag sprak ik Marcel over zijn passie voor kaas en over de winkel zelf. Ja, mijn naam is Marcel Kaal. Ik ben eigenaar hier van Kaasland, Halemerdijk, alweer een enige tijd. Ik ben hier wel al werkzaam vanaf 1981. En dat is 15 jaar begonnen. En via omzwervingen weer teruggekomen en hier de winkel overgenomen. Hoe is de passie voor kaas eigenlijk ontstaan? De passie ontstaan is omdat mijn oom deze winkel begon in de jaren 80. Ben ik als zaterdagdoekje komen werken en ik had helemaal niks met kaas op het moment, ik lust ook geen kaas. Maar het werk had voorzichtig, dat beviel me. En kaas is een mooi product en lekker ook. Wat maakt deze kaaswinkel nou echt bijzonder? Het bijzondere is de locatie, als allereerste. Een mooie locatie op de hoek, naast een Albert Heijn waar je altijd aanloop van hebt. Altijd reuring in de straat, drukke straat. Ook toeristen hebben we hier regelmatig, steeds meer. De winkel aan zich, ben ik eigenlijk trots op zoals het er nu bij staat, zoals het geworden is. Ja. De laatste verbouwing is nu van 4,5 jaar geleden. Dus dat is helemaal zoals ik hem heb. Vindt u het belangrijk dat de winkel behouden blijft? Belangrijk aan het behoud? De grote ketens die worden steeds minder. Zoals heeft het moeilijk, Hema heeft het moeilijk, VD is er al niet meer. Er zijn de menige ketens. Dus het winkelstraatbeeld wordt wel steeds minder divers. Maar er wel steeds wat je wel merkt van de stad is dat er veel koffiewinkels komen, lunchrooms en dat soort dingen. En dat mis je nu. Ik ben even de draad kwijt. Het ging over het behoud van de winkel. Ja, ik denk dat het belangrijk is dat er toch een stukje nostalgie bestaat. Maar ja, het is niet altijd gegarandeerd. Er zijn menig oude ondernemers die hier toch nog de winkel hebben overgedragen en toch niet meer gedrukt hebben. Dan is dat de marktwerking, et cetera. Het zal jammer zijn als het niet meer zou zijn over 20, 30 jaar. Goed mijn best blijven doen. Goede sfeer is belangrijk in een winkel. Wat vindt u van de sfeer in deze winkel? Het is vrij relaxed altijd wel. Hier is een leuke buurt. Ik heb ook andere winkels dan gehad. En hier is het sfeertje zo relaxed. Zeker de toeristen hier ook in haast en hier proeven en die kijken hoe ze rond. En een andere klant, de vaste klant, wel houden we gewoon tussendoor. En de toeristen hier hebben er toch een tijd van zichzelf. Dus op zich is het relaxed. Alleen af en toe zelfs even aanpakken. Wat voor winkels heeft u dan nog meer gehad? Ook met kaas. Kaas nodig wel. Maar eentje nog zelfs ook een kip erbij. Maar ook hier in Amsterdam, maar in andere wijken. Okay. Osdorp en bij Dijssel. Heeft u naast kaas ook andere passies? Kaas, passie, ja. Ook nog andere passie. Mooie auto's vind ik wel een passie. Watersport ook wel. Mocht je tijd hebben en een keer in Amsterdam zijn, ga dan zeker even langs bij deze kaaswinkel. Het ziet er super leuk uit en is zeker de moeite waard om een keer naartoe te gaan om te kijken. En dan kun je natuurlijk meteen een lekker stukje kaas meenemen.